De uitlopers van het Andesgebergte zorgen voor een specifiek biotoop en klimaat. Je vindt er een overweldigende fauna en een onwaarschijnlijk mooie flora. De regenwouden van Centraal Colombia zijn een paradijs voor vogelspotters. Dat is niet verwonderlijk. Er leven hier meer dan 1800 soorten vogels. Een deel daarvan is met uitsterven bedreigd. Andere zijn endemische soorten die enkel hier voorkomen. Met Guy Marchal en Rita Plasman ontdekken we ditmaal kleurrijke tangara's, zeldzame vliegenvangers en rivaliserende rotshanen. Het zijn de blikvangers in deze aflevering van Vreemde Vogels. De bosranden van het Nevelwoud zijn het ideale biotoop voor diverse papegaaisoorten. Zoals dit groepje bronsvleugelpapegaaien die tot het geslacht Pionus behoren. Ze zijn van dezelfde familie als de blauwkoppapegaai, die we al eerder konden spotten in een vorige aflevering. Ook kleinere parkietensoorten komen hier frequent voor. Deze maïsparkieten voeden zich, zoals hun naam al laat vermoeden, vooral met jonge maïs. Ze vormen dan ook de schrik van de maïsboeren in de regio. Ook een gebrild muspapegaaitje is van de partij. Ze komen voor van Panama tot Colombia en leven soms op hoogtes tot 2000 meter. Een muspapegaaitje is maar 12 tot 13 centimeter groot en voedt zich vooral met grassen, zaden, kleine bessen en vruchten. Het doviparkietje is iets groter. Net als vele andere papegaaien kan het eenvoudig menselijke spraak imiteren. Het is dan ook een gegeerd huisvogeltje. Door hun actief paargedrag komen doviparkieten in grote getale voor in hun natuurlijke habitat. Ze hebben een rijk dieet van fruit en zaden, maar ook bloemen, kruiden, nectar en insecten staan op het menu. In het meer zuidelijke deel van Centraal Colombia leven ook Amazone-papegaaien. Ze zijn middelgroot en hebben een korte staart. Ze staan bekend als heel intelligente vogels die tot 50 jaar oud kunnen worden. Amazone-papegaaien leven in een grote variatie van biotopen, van open weiland tot dichte bossen. Dit zijn dwergaras. Ze zijn amper 45 centimeter groot. Dwergaras hebben een rijk dieet van vruchten, zaden, noten en bessen. Ze voelen zich prima thuis in regenwouden omgeven met rivieren en hebben een zeer groot verspreidingsgebied. Daardoor zijn ze niet bedreigd. Heel wat kleurrijker zijn deze geelvleugelaras, de nationale vogel van het zuidelijker gelegen Honduras. Het zijn prachtige vogels die bijna 1 meter groot en heel oud kunnen worden. Tot zelfs 90 jaar, al is dat eerder uitzonderlijk. In elk geval hebben aras iets mythisch. De Braziliaanse Tupi-Indianen plukten araveren voor de opmaak van hun pluimentooi. Ze geloofden dat ze daar sterker van werden. De naam ara betekent dan ook sterk. Het onderzoek blijkt dat geelvleugelaras meer dan 30 soorten fruit en noten op het menu hebben staan. Opvallend is dat ze die meestal opeten nog voor ze rijp zijn. Vliegenvangers zijn, eenvoudig gezegd, één familie van vogels die zich vooral met vliegende insecten voedt. In de nieuwe wereld worden ze meestal tirannen genoemd. Ze danken die naam aan het feit dat ze nogal agressief en luidruchtig zijn. Wereldwijd zijn er meer dan 700 soorten. Groot en klein, sober of kleurrijk. Ze vormen de grootste familie in de vogelwereld. De zwarte Phoebe
is een middelgrote vliegenvanger die je veel aantreft in de omgeving van water. Naast insecten durft hij ook wel eens een klein visje op het menu zetten. Kenmerkend is zijn kwispelende staart. Ook deze grijze bergbeektiran leeft in de omgeving van beken en stromend water. Ze leven voornamelijk van libellen, motten en eendagsvliegen. De grijze bergbeektiran is monogaam en het mannetje verdedigt indien nodig zijn territorium. De kaneeltiran is een van de meest voorkomende vliegenvangers van de hooglanden. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun kaneelkleurig verenkleed en hebben daar ook hun naam aan te danken. Dit weinig opvallende vogeltje is de okerbuikvliegenvanger. Hij voedt zich met insecten en spinnen, maar ook zaden en bessen staan op het menu, afhankelijk van het seizoensaanbod. De vorkstaart koningstiran is met zijn 30 tot 40 centimeter dan weer een opvallend grote vliegenvanger. Ze komen voor in de meest diverse habitats, van oeverbossen tot open woongebied met weilanden. Het zijn voor een deel trekvogels en ze broeden vooral in Mexico. Een pracht exemplaar binnen de familie van de vliegenvangers is deze grote kiskadi. Hij is iets meer dan 20 centimeter groot. Naast insecten lust hij ook diverse vruchten. En soms gaat hij op jacht naar dikkopjes, pasgeboren kikkertjes. Zijn opvallende zang inspireerde de lokale bevolking tot namen als Gritibi. Zijn Latijnse naam, Pitangus sulfuratus, verwijst dan weer naar zijn zwavelgele kleur. En als het over kleuren gaat, moet deze vermiljoenvliegenvanger zeker niet onderdoen. Ze zijn allesbehalve zeldzaam. Hun populatie wordt in de tientallen miljoenen geschat. Dit koppel is bezig met de opvoeding van hun jong. Het mannetje valt met zijn felrode verenkleed geweldig op in het groene decor. De vrouwtjes moeten het met een iets soberder verenkleed stellen. Deze vogels voeden zich hoofdzakelijk met vliegen, sprinkhanen en kevers. En zijn kleur helpt bij het vangen. Omdat heel wat insecten de felrode kleur van bloemen gewoon zijn, lijkt de vermiljoenvliegenvanger niet onmiddellijk een bedreiging. Wat dieper in het regenwoud spotten Guy en Rita een roodkraag vruchtenkraai. Het is een imposante verschijning en een van de grootste zangvogels van Zuid-Amerika. De roodkraag vruchtenkraai behoort tot de familie van de cotingas en wordt soms door de lokale bevolking ingezet als jachtvogel. Zoals de naam al laat vermoeden, voedt deze vogel zich hoofdzakelijk met fruit. Maar in de opgroeiperiode staan vooral insecten en hagedissen op het menu. Wat verderop is een smaragdgroene toucan op zoek naar een geschikte nestplaats. Deze toucans zijn hole broeders. Oude spechtennesten of natuurlijke holtes in bomen genieten hun voorkeur. Zowel het mannetje als het vrouwtje staan in voor het uitbroeden van de eieren. Deze vogels worden ook wel eens de smaragdgroene arasari genoemd. Ze gedijen het best in vochtige bossen op grotere hoogte. Net als vele andere toucansoorten spelen ze een belangrijke rol in het ecosysteem. De zaden van het fruit dat ze eten, verspreiden ze over grote afstanden via hun uitwerpselen. En nog een pittig detail. Sommige inheemse volkeren beschouwen toucans als de verbindingsschakel tussen de levende wereld en de wereld van de geesten. Naamgeving en taxonomie is in de vogelwereld geen evidentie. En soms is de logica ver te zoeken. Dit is een koppeltje groene suikervogels. Het vrouwtje is dan wel grasgroen, maar het mannetje is kobaltblauw. En om het helemaal ingewikkeld te maken, wordt hij ook wel eens de zwartkop pitpit genoemd. Deze vogels voeden zich vooral met insecten en fruit, maar ze lusten ook de nectar van bloemen.
Soms spreekt de naam van vogels wel boekdelen, zoals bij deze flower piercers, of vrij vertaald, bloemenprikkers. Ze danken hun naam aan de gewoonte om bloemen te doorboren, tot ze toegang krijgen tot de nectar die soms diep verborgen zit. Daarvoor gebruiken ze het uiteinde van hun scherp gepunte bek. Met hun specifieke gevorkte tong halen ze dan de nectar op. Net zoals de kolibries zie je de flower piercers ook wel eens aan de nectardrinkfonteinen, zoals deze endemische gemaskerde bloemenprikker. In tegenstelling tot kolibries dragen ze niet bij tot het bestuivingsproces van de bloemen. Ze halen de nectar immers niet langs de bloemkelk binnen, maar door het geprikte gaatje aan de basis. Deze zwarte flower piercer heeft het gemunt op een Boliviaanse fuchsia die nectar in overvloed heeft. Tussen het groene decor van het nevelwoud rijst een merkwaardig kerktorentje op. Het is de basiliek van Jardín. Een klein en rustig, maar typisch koloniaal dorpje met de bijnaam Pueblo Mágico, of Magisch Dorp. Typische balkonnetjes, koffietentjes en kleine marktkraampjes zorgen voor een gezellige sfeer. Het is een plaatsje dat nog niet overrompeld wordt door toeristen en het ligt in een groene bergachtige vallei. Van hieruit trekken we richting het Tatama Natuurreservaat. Met opnieuw een onwaarschijnlijk mooie fauna en flora. Het is een van de meest biodiverse regio's op onze planeet en strekt zich uit over zo'n 52.000 hectare primair tropisch en subtropisch regenwoud. De orchidee is de nationale bloem van Colombia. Er groeien maar liefst 4.000 soorten, waarvan ruim een derde enkel in Colombia. Daarmee is dit het land met de meeste soorten orchideeën ter wereld. Orchideeën zijn een van de vele epifieten die weelderig in de Zuid-Amerikaanse regenwouden groeien. Epifieten zijn organismen die op levende planten groeien. Ze halen hun voedsel uit rottend materiaal dat door schimmels wordt verteerd. Orchideeën groeien dus op schors tegen boomstammen. Ze hebben geen wortels in de grond, maar luchtwortels. Daarmee halen ze vocht en zuurstof uit de lucht. Orchideeën komen voor in alle vormen en kleuren. Het zijn dan ook echte blikvangers midden in het tropisch regenwoud. Nu ja, blikvangers. Sommige soorten zijn piepklein, amper enkele millimeter. Niet veel groter dus dan het mos dat hen omringt. Maar van dichtbij hebben ze wel heel kleine, prachtige bloempjes. De rijke flora in het tropisch regenwoud trekt ook een massa vlinders aan. In Colombia leven meer dan 3000 soorten die ingedeeld worden in 14 families. Merkwaardig is dat vlinders ook regelmatig op de grond fourageren. Ze gaan daar op zoek naar de aminozuren, zout, stikstof en eiwitten die belangrijk zijn in hun voedingspatroon. Maar
meeste vlinders leven van nectar, het stroperige vocht dat ze uit bloemen halen. Daarin zitten suikers en kleine hoeveelheden eiwit en vitamines. Vooral de vrouwtjes hebben dit nodig om hun eitjes aan te maken. Net zoals in de vorige aflevering treffen we ook hier heel wat kolibriesoorten aan. De populaties hier in Colombia en buurland Ecuador zijn de grootste ter wereld. Deze vliegende juweeltjes, die tot 15 jaar oud kunnen worden, blijven een eyecatcher voor vogelspotters. De metaalachtige schijn en het rijke kleurenpalet van hun verenkleed zijn uniek. De structuur van hun vleugels lijkt op die van de vlinders, maar is veel complexer. Ze vormen een draagvlak, aangestuurd door de beweging van hun schoudergewricht en de spiermassa van de vliegveren. Precies daardoor kunnen ze op en neer, van links naar rechts en zelfs achteruit vliegen. En tijdens het vliegen blijft hun lichaam verticaal. Dat is op zich al uniek in de vogelwereld. De hartslag van kolibries kan tijdens het vliegen oplopen tot 1200 slagen per minuut. Het hartje van de kolibrie neemt dan ook 40-50% van het lichaamsvolume in beslag. Door hun versneld metabolisme nemen ze dagelijks iets meer voeding op dan hun eigen lichaamsgewicht. Natuurreservaten van Colombia zijn ook de habitat van tangaras. Deze zangvogels zijn meestal heel kleurrijk. Ze komen enkel voor op het Amerikaanse continent. De tangara-familie telt meer dan 200 verschillende soorten. De Traupidae, dat is hun wetenschappelijke naam, zijn alleseters, maar ook fijnproevers. Ze eten vooral fruit, zaden en bessen, en soms ook stukjes van bloemen. Tangaras worden voornamelijk in hoge bosluifels aangetroffen. Ze leven op alle hoogtes onder de boomgrens. Meestal vormen ze daar paren of kleine groepjes, zoals deze blauwgrijze tangaras, die ook wel eens bisschop-tangaras worden genoemd. Dit koppeltje vurig tangaras is aan het bekomen van een forse regenbui. In het tropisch regenwoud regent het bijna elke dag. Maar de vogels beschouwen dit, gezien het klimaat, eerder als een welgekomen douche. En ook hier komt na regen zonneschijn. De naamgeving bij vogels is vaak verwarrend. Is dit nu een geelrug of een citroenstuit tangara? Geen nood, beide hebben dezelfde Latijnse naam. En de vrouwtjes zijn hier duidelijk te onderscheiden van hun zwarte mannetjes. De naam van okerkop tangaras is meteen duidelijk. Volwassen mannetjes hebben onderaan hun okerkleurige kop een onopvallend goudkleurig ringetje. De vrouwtjes zijn met hun olijfgroen verenkleed dan weer een stuk soberder. Dat is in de vogelwereld vaak zo. Tangaras zijn meestal heel kleurrijk, maar ook hier bevestigen uitzonderingen de regel. Palmtangaras zijn in tegenstelling tot andere tangaren eerder sober van kleur. De mannetjes zijn nauwelijks te onderscheiden van de vrouwtjes. We zien ze vaak in de omgeving van de voederplaatsen. Maar hier doen ze zich te goed aan wat de natuur te bieden heeft. De voedzame vruchten van de perzikpalm. De roodkruintangara komt enkel voor in Colombia en Ecuador. Hun habitat bestaat voornamelijk uit de tropische regenwouden van de Andesvalleien.
Maar recent hebben ze hun leefgebied uitgebreid naar gekapte bossen en menselijke nederzettingen. Roodkruintangara's leven op hoogtes tot zo'n 2000 meter. Deze prachtige goudtangara's zijn met hun diep goudgele kleur echte blikvangers. Ze leven in het bladerdak van hooglandbossen. Ze zijn endemisch in Zuid-Amerika en hebben een sterke populatie. Op vandaag is deze goudtangara dus niet echt bedreigd. De iets minder kleurrijke goudringtangara is een endemische soort met een zeer beperkt verspreidingsgebied in Colombia. Deze vogels zijn erg zeldzaam en staan ook als bedreigd op de rode lijst van de IUCN. De roodbuiktangara's zijn prachtige vogels. De volwassen mannetjes kunnen tot 18 centimeter groot worden. Met hun karmozijnrode kleuren vallen ze echt op in het groene decor. Maar vooral de zilverkleurige snavel van het mannetje spreekt tot de verbeelding. De vrouwtjes zijn iets minder rood gekleurd en hun bek is zwart. Momenteel worden deze roodbuiktangara's niet bedreigd, maar in hun habitat zijn er lichte tekenen dat de populatie vermindert. De oorzaken zijn niet echt duidelijk, want er is op vandaag ook weinig geweten over de nakweek. Waakzaamheid blijft dus belangrijk. De ekstertangara kan inclusief zijn staart tot 30 centimeter lang worden. Zijn naam dankt hij aan de opvallende gelijkenis met onze Europese eksters. Daarnaast kan deze tangara, net als onze eksters, heel luidruchtig uit de hoek komen. Wat verder in het struikgewas paradeert dit prachtige koppeltje witkaptangara's. Ze zijn bijna endemisch en komen vooral voor in de vochtige bossen van het Andesgebergte tot op 3000 meter hoogte. Een volwassen mannetje is net iets kleurrijker dan het vrouwtje en is vooral herkenbaar aan het rood in de keel. De witkaptangara staat als kwetsbare soort op de lijst van de IUCN. Wie ze ooit voor de lens krijgt, zal dit moment nooit vergeten. De Inca-gaaien hebben voor nageslacht gezorgd. Dit zijn jonge vogels die het nest verlaten hebben. Het ligt misschien niet voor de hand, maar de Inca-gaai is eigenlijk een vogel uit de familie van de kraaiachtigen. Hun leefgebied strekt zich uit van Venezuela tot Bolivia. Inca-gaaien voeden zich vooral met geleedpotigen, gewervelde dieren, zaden en vruchten. Net als de gaai en onze kraaien is deze soort heel handig in het verzamelen van voedsel. Zoals de meeste gaaien hebben ze een uitgebreid stemrepertoire en kunnen ze nogal luidruchtig uit de hoek komen. Maar in deze bossen leven ze meestal verborgen. En dat geldt ook voor deze opvallend mooie Andes rotshaan. Tenzij je de locatie van een zogenaamd lek kent. Dat is één vaste plek in het bos waar mannetjes in de paartijd op vaste tijdstippen naartoe komen om een vrouwtje te versieren. Dit gebeurt bij het ochtendgloren en ook één keer in de latere namiddag. Van zodra een vrouwtje in de buurt komt, gaat dit ritueel gepaard met heel wat kabaal. Vrouwtjes zien er eerder sober uit. Ze houden zich wat afzijdig van de balzende mannetjes. Die verdwijnen na hun dagelijkse klokvaste ritueel terug in het decor van het nevelwoud. Het leefgebied van de Andes rotshaan is verspreid over heel de Andes. Hoewel het veelvuldig kappen van bossen een bedreiging vormt, staan ze nog niet als bedreigd geclassificeerd. Laat ons vooral hopen
dat dit in de toekomst zo blijft en dat Colombia daardoor ook een paradijs blijft voor een vogelpopulatie die uniek is op onze planeet.